Wat geweldig dat jullie hier allemaal zijn. De oorsprong van de Hoornse straatjes ligt in het idee dat Hoorn als winkelstad veel te bieden heeft. Maar winkelen verandert. Het simpelweg kopen van een product is niet waarvoor je de stad in moet. Winkelend publiek dat onze binnenstad bezoekt, is er even uit. Zoekt gezelligheid, advies van vriendelijke en deskundige winkeliers. Dit samen met onze goede horecaondernemingen. Dus een goed gevoel. De Hoornse straatjes bieden dat. Wij hebben ons niet alleen verenigd door straten met elkaar in verbinding te brengen, maar ook door ons als winkeliers en horeca met elkaar te verbinden. Een verbinding van speciaalzaken tussen de twee kerken. Als u even kijkt naar de huidige straatnaamborden, hierboven treft u straatnaambordjes aan van de Hoornse straatjes. Ik wil iedereen persoonlijk nog eens vriendelijk bedanken voor al het werk en inzet. Ik vraag bij deze aan het publiek een groot applaus voor deze geweldige mensen. Goedemorgen, Geert Koning van de gemeente Hoorn. Die handschoen die u zei van in gezamenlijkheid proberen ook in de toekomst daar verder invullingen aan te geven. Nou, die pakken wij graag op. We zijn ontzettend blij dat de ondernemers het voortouw hebben genomen. Want jullie zijn de deskundigen, zitten hier elke dag, maandag dag. Gaan elke dag om met al die klanten die hier komen. En het is te hopen dat er nog heel veel meer mogen worden. Dus alvast van harte gefeliciteerd. Ga zo door. En nu dan de openingshandeling.